MF Extra. Ready, you fucking middle guy. I'm gonna use the 4-3 one. Remember where you are. Death is listening. And we'll take the first man that screams. We want Thunderdome! Boom, 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 boom
gek hier. Jullie hadden er allemaal bij moeten wezen. En voor degenen die het gemist hebben, volgend jaar is er weer Mysteryland. Kom dan, echt waar, je mist wat. Marcel. Nou, het is allemaal een tof feest en je moet er gekeken komen. En ja, je moet zelf zien eigenlijk. Alleen jammer dat bij de Tunnel of Terror de flight afgekort was. Maar iedereen die geen kaarten zeker heeft, die hebben echt wel gemist. Die zijn echt stom. Ja, jullie hebben gemist. Sorry jongens, volgende keer beter. Ja. Ja, van hardcore. Ja, van de sfeer. Veel volk. De sfeer, ja, de sfeer. Hij kwam waarschijnlijk. Vlak bij de Mos. Ah, goede schik hier altijd. Altijd gewoon een nerveus. Iedereen is gezellig hier. Alles bij elkaar. Kei mooi, eigenlijk hoor. En als we zijn in het Mazinnig Festival, ja. Zeker wel. Alleen de file was niet te doen. 3 uur lang stilgestaan op de Rijksweg. We hebben nog pech gehad. Hoe dan op de Rijksweg? Ja, we hadden zin om gewoon te gaan lopen, want we werd echt te gek. Alleen maar. Ik praat met iedereen, iedereen gaat gewoon helemaal los. Ja toch? Ja, ik ben al mijn vrienden kwijt, maakt niet uit. Ja toch? Ik ga gewoon helemaal los. Ja, ik ben voor hardcore gekomen. Voor de hardcore natuurlijk. Ja, ben, moet je nou zeggen tegen de camera. Zeg dan. God. Can't help acting on impulse. Lodefede, het was liefde op het eerste gezicht. Ik wou dat ik erbij was. Met de kast, Espen Lind en Blus. Nachtenlang lig ik te huilen. Lodefede, een
je tv. Na 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 na
kwijt en klaar. Prista! En een volle koffie. Roger that.
wicked noise. Wicked pressure from the DJ up in the place. Een van de meest legendarische feesten, al jarenlang aan de gang, is Mysteryland. 100 acts aanwezig, waaronder DJ's natuurlijk en optredende acts. En 26.000 bezoekers. Hier zie je er een van, daar zie je er nog een, en daar zie je er nog een, en daar zie je er nog een. Hier op TMF, Mysteryland! Mysteryland met Gizmo. Ja, Gizmo, ja, wat je wil, ik draai allebei. Oké, okay, maar hier ben je onder Gizmo. Ja, en daarna heb ik gedraaid onder Ferry. Uh-huh. Waaronder hip-hop en oude electro, waarvan de breakers helemaal loskwamen. Maar heb je in het begin heb je voornamelijk op toch het harde werk toegelegd, of niet? Ja, daarvoor was inderdaad Thunderdome, old style, new style, hoe je het ook mag noemen. Hè. Dat mag ik dadelijk doen over 8 uurtjes of zo. Hey, je hebt al een hele flinke carrière achter de rug. Wat zijn nou nog voor jou dingen waar je naar streeft? Dingen naar qua streef, ja, dat is wel heel moeilijk te zeggen. Ik denk met de hardcore dat het nog wel op één lijn blijft. Uh-huh. Maar ik ben op zoek naar nieuwe dingen. Hetgene waar ik mee begonnen ben, de soul, de hip-hop. Ja. Waar uiteindelijk toch wel alles voor gebruikt werd. Voor de hardcore, zomaar ja. Club en alles. En ik denk dat ik me daarin ga verdiepen om andere muziek te gaan maken. En zeker met andere mensen. Kunnen we nog releases van Gizmo verwachten of Ferry Saleh? Nou, qua techno heb ik een EP gemaakt met Norman. En die gaan we ergens uitbrengen, alleen ik weet nog niet waar. Oh. En dat is een beetje best wel uptempo. En daarentegen ga ik met Timbal samenwerken en daar ga ik een paar zeg maar, uitprobeersels gaan doen. Ik weet niet hoe ik dat doe. Experimentele of zo? Ja, waaronder een beetje chemical. Waaronder, ja, ik ben heel goed met breakbeats altijd geweest, hip-hop en dat soort dingen. En dat ga ik steeds in de toekomst doen. Je hebt flink wat Mysteryland meegemaakt, toch of niet? Ja, vanaf de eerste. Vanaf de eerste, dus je bent gewoon echt diehard veteraan weer. Ja, vanaf de eerste en ook in Utrecht en dat soort dingen. Uh-huh. Nou, niet normaal. En wie treffen wij hier op Mysteryland? Vers terug uit Ibiza, DJ Jean. Kijk maar bruin zijn. Kijk jou eens bruin zijn. Ik ben niet jaloers of zo. Je hebt ook een bruine buik ook, hè? Nou, die is iets minder bruin. Okay. Dan laten we hem niet zien ook. Hé, hey, eerst even over Ibiza. Wat heb je daar gedaan? Gedraaid? Nee. Ja, zo hè. In de Pasha, het feest van Extrema, ja. Bekende partyorganisatie, heel geslaagd. Eerste keer was meteen goed druk, uh-huh. Dus en in september nog een keer terug. Oké, okay. Ja. Hey, nu dus Mysteryland, ben je Mysteryland veteraan ondertussen? Nou, vorig jaar toen had ik er moeten zijn, maar toen was ik er niet. Heel gek, hoe kwam dat? Dan weet ik niet meer. Nee. Heb je verdrongen? Ik was weer ziek en misselijk. Ja. Allerlei kwaaltjes, je weet al. Maar dit jaar ben ik eigenlijk voor het eerst. En ja. Oké, okay, voor de eerste keer dat je echt gaat draaien hier zo. Voor de eerste dat ik echt ga draaien, ja. En heb je al een beetje rondgelopen of niet? Dat ga ik zo meteen doen. Kom net aan eigenlijk. Maar het ziet er heel massaal uit. En, 26.000 man. En niet één DJ Jean t-shirt. Nee, maar die ga ik meteen na deze, ja, na dit feest worden die meteen, ja. Het wordt later en later op Mysteryland. Naast mij, man, het is echt zo, je kan geen hardcore compilatie pakken of geen hardcore lijst zien. Of hij staat er wel weer in met een plaat, of op met een plaat, of op met een stelplaten. DJ Wax Weasel, je hebt net een set gemaakt, hè, hier? Ja, ging lekker. Wat heb je gedaan? Een beetje oldschool techno en een beetje hardcore door elkaar gedraaid. Sommige mensen die roepen van ja, dat oldschool, dat is teruggrijpen omdat de hardcore maar niet verder kon. Zie je dat zelf ook zo? In sommige gevallen wel. Er zijn een aantal producers die nog lekker innovatief zijn. Mm-hmm. Maar een heleboel loopt met de meute mee en dat is wel een zonde inderdaad. Mm. Als jij nou een productie maakt, waar streef je zelf naar? In ieder geval iets vernieuwends erin. Het lukt niet altijd, moet ik gewoon heel eerlijk toegeven. Het hoge tempo is redelijk beperkend hè, om iets vernieuwends uit te voeren. Dat is zeker zo en daarom zijn we ook allemaal wat langzamer gegaan. En nu neigen we dus ook allemaal naar een soort crossover stijl tussen techno en harde clubs, zeg maar. Ja. Hoe zie je de toekomst van de dans in Nederland of Europa? Ik denk dat het allemaal weer een beetje bij elkaar komt. Ik zie ook heel veel verschillende DJ's weer een beetje naar elkaar kijken uit bepaalde scenes. Uh-huh. En met elkaar praten en daar komen weer samenwerking uit. Dus ja, ik heb er goede hoop op. Maar heb je het idee dat het bijvoorbeeld de Duitse beetje Kate Tristed kant op gaat? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, die K-Tracet kant, ja, dat is meer die techno kant, uh-huh. beetje harde, ja, hoe moet je zeggen, ik vind het een beetje bonsai van vroeger, zeg maar. Ja. En ik denk dat er wat in zit,
maar ik vind vooral de clubstijl op dit moment, zoals Perpetual Motion, dat dat plaatsen zijn die best wel een grens verleggen. Ja. Hey, en zijn er nog verder plannen voor je? Wat zit er voor jou in het vat? Ik ben bezig met een verhuizing en een nieuwe studio te bouwen en daarna kom ik heel hard terug. Is dat een beetje weggejaagd met de buren of? Nee, ik had een te klein hokje, 3x1. Ah, ja. En nu, je gaat verhuizen en dan ga je aan het werk. Wat is het eerste project dat je doet en doe je het alleen? Ik ga het iets samen doen met de jongen van Critical Mass, Ed Bout. Ja? En we gaan samen een clubproject doen. Daar heb ik heel erg van zin in. En is het de bedoeling om daarmee in de hitlijsten terecht te komen? Of, Nou, ik denk dat het gewoon is, gewoon lekker samenwerken en dan zien we waar het schip strandt. Oké. Ja. DJ Wax Weasel op Mystery Land. Meer dan 26.000 bezoekers op Mysteryland en heel veel DJ's. Eén daarvan staat naast mij, DJ Jurgen. Wat is je indruk tot nu toe? Ik heb eigenlijk nog niet veel rondgekeken. Ik kom net binnen eigenlijk, maar tot nu toe, te gek. Ja. Ik heb er wel zin in vanavond om een feestje ervan te maken. Je hebt je kapsel een beetje aangepast ook? Ja, inderdaad. Goed dat je een bedje aan. Je staat in tent 6 hier achter ons. Weet je zo? Tent 6 achter ons. Trans Energy. Daar ga je draaien. Ga je verder nog andere tenten in? Zijn er nog dingen die je graag per se wil zien of niet? Ik wil alles eigenlijk wel een beetje meemaken vanavond. Wat ben je al in de tunnel of Terre geweest, of nog niet? Daar kwam ik net langs, dat daar, hè? Nee, dat is dat viaduct waar je voor de parkeerplaats. Nee, dit is wat anders. Okay. Nee, ben ik nog niet geweest, maar ik ga er zeker kijken. Ja, ik ben echt nieuwsgierig hoe het er allemaal uitziet. Ja. Ik heb net heel lang in de file gestaan, dus het wordt heel druk vanavond. En heel leuk, denk ik wel. Tot dan. Okay. Nog één vraag. Wat is de eerste plaat die je op gaat zetten dadelijk? Dat is de meest moeilijke vraag. Die vraag ik mezelf ook de hele dag al eigenlijk af. Dus dat is altijd bij mij de meest belangrijke plaat, de eerste plaat. En als dat goed loopt, dan dat loopt de rest vanzelf wel. Dus, ik denk dat hoor je straks wel. Oké, kan haast niet missen. Oh, nog even snel, een cd komt eraan van jou? Ja, zeker. Over een week of 3-4. En dat wordt heel leuk. En je mag er een aantal weggeven binnenkort in het dance department. Oh, op de radio geef ik hem. Kijk, zo match je elkaar gewoon een beetje. Ja. En hoe gaat die cd heten? This is Jurgen. This is Jurgen. This was Jurgen. Yes. Nou, ik ben er trots op, want naast mij staat het geweten van de Nederlandse techno-scene. Michel Heij. De trotsheid glimt van je af. Ja, ik zie het. Je glundert helemaal. Hey, kom je nou net binnen of ben je klaar? Nee, ik ben klaar. Ik ga nu ergens anders heen. En ga gewoon verder. Waar heb je gedraaid? Ik heb in de technozaal gedraaid. En die heet Shockers volgens mij. Shockers. Ja. Hey, vertel, waar ben je verder mee bezig? Heel veel dingen. Label, heel druk. Mijn avond heel veel. Die bestaat binnenkort 3 jaar. Na de zomer. En voor de mensen die niet weten wat die avond is, weet je wel. Nou, geen gezellig avondje bij hem thuis. Wie weet het nou niet. Maar, Nee hoor, ik heb een After Night Town, die heet Future, vrijdagavond. En eind augustus bestaan we 3 jaar. Mm-hmm. Gaan we heel groot vieren. Na de zomer, dus dat wordt september, oktober, komt een nieuwe cd uit. En er komt een eerste maxi single uit sinds 5 jaar. Ja! Zo. En volop remixen en toestanden. Oké. Okay. Hey, nog even over Mysteryland. Wat is je indruk over het festival? Nee, ik vind het wel goed geregeld eigenlijk. Alles goed. Je komt aan, netjes met een boodschap toe. Je tent klopt alles, geluid is goed. Goede monitors en het is wel een beetje vroeg, maar ik denk dat het later gewoon wel happening is. En wat vind je van het volk? Ja, dit is gewoon ID&T Mysteryland. Het is anders dan Dance Valley, maar dat vind ik wel goed. Zo is er voor iedereen wat. Ja. Dance Valley heeft zijn publiek, hun hebben hun publiek, Lowlands heeft hun publiek. En dat is alleen maar goed, want dan kan ik elke keer komen draaien. Zo moet je het zien. Pas je nou iedere keer ook, als je bijvoorbeeld op Dance Valley staat, pas je je set aan? Vergeleken met bijvoorbeeld een set hier? Ja, dit is aanpassen. Nu in de technozaal draai ik bijna alleen techno, maar niet echt van het harde. Wel veel variatie erin, zeg maar. Ja. Dance Valley sta ik weer in een andere zaal met Derek B. en Ron. Dus één keer heb je pliep en dan pliep ploep, bijvoorbeeld. Dat is bijvoorbeeld. En dan de andere keer... Dat is een goeie. Snap je? Dan, weet je, dan snappen jullie het ook. Heel goed, dankjewel. Oké. Michel Heij. Dit is de Ierse popgroep The Corrs met hun geweldige single Dreams. Dreams is de zwoele zomerrit van dit moment. En staat ook op het prachtige album Talk on Corners van The Corrs.
onmisbaar. De single Dreams van The Corrs. Dit is de nieuwe clear-up-strip van Nivea Visage K.O. Bioré. In maar 10 minuten tijd reinigt die verstopte poriën door vuil, make-up en zelfs mee-eters te verwijderen. Dat zie je op de strip wanneer je hem eraf haalt. Als je het tenminste prettig vindt om naar zoiets te kijken. Nieuw, de clear-up-strip van Nivea Visage K.O. Bioré. Vandaag, 9 dagen lang. TMF en Radio 538 op de megaprestaties. Kom langs in de jaarbeurs in Utrecht en maak zelf tv of radio. Ontmoet bekende VJ's en DJ's. Speel de nieuwste PlayStation games en kou gratis spot live. Op TMF zie je dagelijks in Factor 9 het megaprestatiejournaal. En Radio 538 zendt dagelijks live uit met optredens van bekende artiesten. De aanwezigheid van TMF en Radio 538 op de megafestatie wordt mede mogelijk gemaakt door Sportlife, Unexpected Freshness en Dead or Alive van PlayStation, the unique fighting game. CD van de Amerikaanse soul-sensatie Dakota Moon, bekend van Another Day Goes By. Dakota Moon met de nieuwe single A Promise I Make. Kijk aanstaande zondagavond vanaf 9 uur naar een uur lang live Dakota Moon in de TMF Weekend Special. Visakte, dan wordt het viswater onderhouden en blijft de visstand op peil. Komt eraan? Meer weten? Bel de Eurolijn 0800 1521. Hey, naast mij staat de one and only DJ Panic. Welkom. Hallo. Ben je nou echt een Mysteryland ganger of niet? Ganger niet. Het is de eerste keer dat ik Mysteryland draai. Dus het is een primeur voor mij. Ja, maar was je niet al eerder als bezoeker? Nee. Nee? Nee. Ik draai elk weekend. Dus ja, als ik vrij ben, dan de meeste of ik ga het zelf stappen of ik... Ja, ik ga nergens heen, maar niet naar Mysteryland dan... Wat is je vaste stack als DJ? Nergens eigenlijk. Je doet veel feesten? Meer freelance, ja. Meer feesten. Wat zijn nou voor jou de hoogtepunten van de afgelopen tijd geweest? Nou ja, zulke feesten denk ik. Echt grote feesten. Dat is de Global Hard Connection in Antwerpen. Dat is ook een van de... Ja, meestal de IDT-feesten. Die zijn tegenwoordig nog groot. Dus zijn meestal een van de hoogtepunten, ja. Wat is voor jou... hoe kun je de omschrijving binnen de met name de hardcore scene beschrijven? Sommige mensen die met name producers hoor je roepen van ja... We kunnen niet meer zo uit de voeten met het hoge tempo. Waar zie jij het naartoe gaan? Ja, ik geef ze toch gelijk. Ik denk toch dat het langzaam wordt. Tenminste, ik merk het gewoon. Dat als je zelf aan het draaien bent en je bouwt je set op naar wat snellere platen. Dan ja, op een gegeven moment houden ze toch op met dansen. En als je dan weer echt een relaxed plaatje zet, zeg maar, rustig tempo. Dan begint het feest toch weer in te komen. Dus ja, misschien dat dat echt weer de stroom wordt. Maar ja, hoe lang dat weer duurt, dat is ook weer de vraag. Dus. Ja. Wat is voor jou verder je indruk van Mysteryland tot nu toe? Ja, ik zit eigenlijk mogen nog uit te kijken, want ik ben net klaar met mijn set, dus ik ga daar nog even een beetje rondjes lopen. Even overal elke tent kijken, ik hou van alle muziek, dus ik, elke tent wel even een uurtje dansen, wel leuk. Is er nog één DJ die je echt per se niet wil missen vanavond hier? Niet wil missen? Nou, niet echt uit mijn hoofd dat ik zeg van ja... Van daar moet ik bij zijn? Nee. Dus je loopt ergens naar binnen en je kijkt waar je bij gaat? Ik loop naar binnen, maakt me niet uit. Als de muziek goed is, dan vind ik het al best. Hey, ga je nog bungee jumpen of niet? Ik denk het niet. Ik durf dat niet. Naast mij de D van ID&T, Duncan. Hallo. Wat is er met de I en de T gebeurd? De I hebben we ongeveer 3 jaar geleden zijn we uit elkaar gegaan. 4 jaar geleden.
En de T is 7 jaar geleden. Dus. Oké, vertel even wat over de geschiedenis van ID&T in het kort. Want dit is echt, wat hier gebeurt is bijna je levenswerk, zeg maar. Iets wat jij hebt opgezet. Ja, feesten zijn we mee begonnen. Eerste feestjaarbeurs. Mistelet is al 7 jaar nu. Eerste grote was het Maasvlakte. Wat echt een beetje door is gebroken. Ja, en voor ons blijft Mr. Lent het leukste eigenlijk, omdat alle stijlen buiten, feest iedereen. Ja, ja. Niet dat de Tunderoom is heel apart, maar Mr. Lent buiten is gewoon altijd te gek. Het eerste feestje wat je deed, hoeveel bezoekers had je daar? 10. Hadden we 10.000. Nee, 10.000. Dat was 3.000, maar de hal werd groter en het feest werd groter. Ja. Dus daar hebben we toen 10.000 mensen. Ja, dat is alweer 7 jaar geleden. Hey, hoe zie je de toekomst van ID&T? Want jullie doen heel veel meer ondertussen. Ja, we gaan heel breed. En het bedrijf groeit natuurlijk. Dus met het bedrijf groeien ook alle activiteiten. We hebben nu nauwe samenwerking met mensen uit de club zien die al 10 jaar erin zitten. Er komt een nieuw magazine aan wat helemaal niks met hardcore te maken heeft. Maar juist van Beastie Boys muziek tot club. Ja. En onze ontwerpstudio bijvoorbeeld doet heel andere dingen voor de jeugd. Het wordt een... bedrijf wat echt zich mikt op de jeugd. Jullie hebben een eigen drankje, wat hebben jullie dan allemaal? Een drankje, een magazine. ID&T bestaat uit 5 onderdelen. Uh-huh. De studio, je doet werk voor andere reclamebureau en dergelijke. De muziek, de merchandising. Dat doen we niet alleen voor houseparties, maar ook voor Formule 1 en ook gekke dingen. TMF. Ja. Vooral TMF. Wat doen we nu? Ja, evenementen natuurlijk. En we doen niet alleen dit soort evenementen, maar we doen ook producties voor anderen en voor derden. En de magazines. Ja. Dus dat zijn een beetje de takken. Je begint met iets heel kleins, dat groeit uit tot een vreselijk groot evenement. Heb je nog een droom, iets waarvan je zegt van nou, dit wil ik nog per se bereikt hebben? Nou, wat nu gebeurt, wat nu gaande is bij ons, dat is voor ons weer een hele leuke uitdaging. We hebben nu 4 jaar lang, zijn we eigenlijk best wel in één richting, ook door de markt. Ja, en wij daarmee bezig waren. Ja. En nu zien we heel duidelijk dat we nu breder gaan en allerlei soorten evenementen en dingen doen. En allerlei nieuwe stromingen. Ja, dat is echt leuk om je ervaring van die 7 jaar nu op andere dingen te kunnen toepassen. Heb je hier nog een beetje tijd om te feesten of ben je alleen maar aan het regelen en aan het organiseren verder nog? Nou, de laatste veel. Ik moet eerlijk zeggen, wat die jongens hier hebben gedaan bij ons evenementen is top. Ja. We hebben niks hoeven doen qua uitvoering. Dus chapeau voor onze mensen. Ja. Maar op zo'n avond is het best wel belangrijk toch. Je komt veel mensen tegen, we hebben zelf al 2300 mensen uitgenodigd. Waarvan ik geloof het ook is bijna niet, maar 1600 kaartjes zijn er verloot, 800 VIP mensen. Dus je komt hier heel avond aan je handen te schudden. Ja. Kijk, het liefst zou ik ook hebben knallen. Oh ja, dat ben ik vergeten. Duncan, hey, hoe is het met jou? Nee, maar het liefst zou ik ook willen feesten. Maar ik haal mijn lol ergens anders. Oké. Tot zover Duncan op Mystery Land. What's your-
Mysteryland is proud to introduce to you the sounds of the one, the only, Rob G. Please, 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 please. What's up, Holland? It's just sex, drugs, and gambling hounds. It's just sex, drugs, and gambling hounds. It's just sex. Drugs and gamble house, 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 it's just sex. Drugs and gamble house. That's what my life is all about. Get the fuck up, get the fuck up. Get the fuck up, get the fuck up. Get the fuck up, get the fuck up. On the volcano, all in. Get the fuck up, get the fuck up. Get the fuck up, get the fuck up. Hello, TMF, how are you out there? We just got off stage here, had a fucking, excuse me, we had a great time, and, people were pumping, I was loving the people, plus Holland beat Argentina today, that was a very good thing, you know, and, the vibe was good, the Mystery Land Festival is a nice thing that we're doing here, and, these guys are playing great, and, say, Dash Mein Gluta, and peace to everyone out there.
Dus als ik gas geef, dan gaat de cameraman die gaat op en neer. In elk geval, dit was Mysteryland. Wat mij betreft, heel graag tot later. En het feest gaat nog even door. Oké. This is the music factory.